dit weekend hebben we aangegrepen als lenteweekend. De lente is altijd iets van nieuw beginnen en nieuw geluid. En we vonden het een mooi moment om ons activiteitenjaar te starten. We zijn het burgerinitiatief in de Steeg begonnen omdat de kerk vrij kwam. De eigenaar die heeft de kerk aangekocht om het te bewaken dat het een goede nieuwe bestemming kreeg. Bijvoorbeeld een ontmoetingsfunctie. De stichting Kerk op Steeg heeft zich er hard voor gemaakt. We hebben de stichting Behoud Religieus Erfgoed in de Steeg in het leven geroepen. Omdat er een aantal dingen misgegaan zijn toen het klooster vrij kwam. En er veel ongenoegen was onder de Steegse mensen. Dat het niet ten goede kwam aan de bevolking. En dat wilden we eigenlijk voorkomen met dit kerkgebouw. Als je de Steeg inrijdt en je ziet deze prachtige kerk, het is echt een beeldbepalend gebouw voor de Steeg. De grote vraag was, hoe kan je het nou ook exploitabel krijgen? Na veel overleg hebben we een plan ontwikkeld om in eerste instantie met burgers en met ondernemers te onderzoeken wat een goede functie zouden kunnen zijn. En die functies die zouden aanvullend op het parkhuis mogen zijn, dus cultureel, kunst, bezinning. Echt zaken die bij de kerk passen, maar ook zaken die met leefbaarheid te maken hebben. Dus een ontmoetingsplek voor jongeren, voor ouderen en andere soorten activiteiten. We hebben natuurlijk in de Steeg geen groot gebouw waar we evenementen en activiteiten kunnen houden. Anders dan het parkhuis, en dat is niet overal geschikt voor. En dit gebouw zou dus een fantastische aanvulling kunnen zijn om allerlei activiteiten voor de bevolking van de Steeg te organiseren. Ik denk dat het heel goed zou zijn als de Steeg een plek heeft waar Steegenezen elkaar kunnen ontmoeten. En dus de gemeente vindt ook dat dit een plek is die gewoon vanuit de kwaliteit van het monument belangrijk is om te behouden. Het mooie van dit initiatief is, als wij vanuit de burgers en ondernemers die leefbaarheidsagenda meenemen samen met de BG en burgers enthousiast kunnen krijgen om met van dit kerk een mooi gemeenschapshuis te maken, dan zou het zomaar kunnen dat de gemeente heel veel doelstellingen gaat halen die rijmen op burgerparticipatie en ik buurt mee. Dus kan het voor de gemeente super interessant zijn om mee te doen. Samen met de burgers en de ondernemers, die hebben zoveel kennis, kunde en passie in huis. Als we dat kunnen bundelen en kunnen gebruiken om de Steeg weer op de kaart te zetten en dit prachtige gebouw daarvoor kunnen gebruiken, dat zou fantastisch zijn. We willen graag een oproep doen aan de onderhandelaars om het burgerinitiatief serieus te bekijken. We hebben het idee dat wij met burgers en met ondernemers een prima, een goede invulling kunnen gaan geven aan een nieuwe bestemming in de kerk. Wat enerzijds rekening houdt met de oude rol als gemeenschapshuis, maar anderzijds ook exploitabel wordt doordat ondernemers en burgers zich er hard voor gaan maken. Daar vragen we ruimte voor aan de gemeente om te experimenteren. En ruimte, als het allemaal gaat lukken, ook om samen fondsen te verwerven. En dit initiatief wordt gesteund door zowel het parkhuis als door de BG, als door de eigenaar. Dus eigenlijk een ideale kans om met elkaar de schouders eronder te zetten.